vroeger schreef ik eigenlijk niet, omdat ik altijd dacht aan Gerrit Komrij. En ik dacht, wat zou hij ervan vinden als hij dit zou lezen? En dan legde ik de pen weer neer. Dus hij was mijn in principe ideale lezer, maar zo gevreesd dat ik ervan verstijfde. Nu heb ik het niet meer. Nu heb ik geen... Nee, ik vind nu... Ik ben mijn eigen ideale lezer geworden. In die zin dat niemand ooit zo streng voor me zal zijn als ik zelf. Ook geen criticus, niemand. De grootste klootzakken in de kranten, wat ze ook allemaal schrijven. Het zal nooit zo naar zijn als ik over mezelf denk wanneer ik soms iets teruglees of ja, aan het werk ben.